Hi, wij zijn hier vanuit het Checo kantoor. Ik ben Hadassa. Ik ben Ferdy. Dat weten jullie waarschijnlijk wel. We willen graag beginnen met een aantal korte interviews. En dit is vandaag deel 1. Ferdy is net weer een weekje terug uit Oeganda. Mm-hmm. Na een reis naar Jinja, waar een funfair is geweest. Van hoeveel dagen, Ferdy? Klopt, we hadden 6 dagen funfair. Ja. En daarvoor een week academy. Zoals de meeste mensen wel weten, trainen we altijd onze eigen groep jongeren uit de indigenous leaders, dus leiders uit gewoon de samenleving. Allemaal jongeren van 18 tot 28 jaar. Mm-hmm. We hadden een selectiedag net voordat ik aankwam, daar waren 85 jongeren op afgekomen en we hebben er maar 35 nodig. Ja. Nou, uiteindelijk zijn we met 38 doorgegaan. En die waren ook allemaal goed, want we hebben ze alle 38 lekker aan het werk gehad. Wow. Een week training, waarin we ze echt helemaal meenemen in de ontwikkeling van een kind. Waarom is het dan zo belangrijk dat kinderen spelen? Tuurlijk refereren we ook een beetje aan hun eigen kindertijd. Mm-hmm. Misschien het gebrek daaraan. Laten ze zelf heel veel activiteiten doen, echt een hands-on training. En dan na 6 dagen, 5 dagen training en een dag marketing zijn ze helemaal klaar om Checo te gaan runnen. En het leuke is, omdat je met jongeren uit die omgeving werkt, is dat ze zelf ook natuurlijk een heel netwerk hebben. Ja. Dus hun zijn degene die bij hun kerken, bij hun verenigingen, bij hun families of bij buren juist ook weer kinderen gaan halen. Dus het werkt heel goed. Tof. En we hebben een paar vaste krachten ook in Oeganda. Een daarvan is Peace. Ja. Klopt het dat zij het grootste deel van het voorwerk daarvoor heeft gedaan? Ja, klopt. Nog meer dan andere jaren, omdat dit jaar zij eigenlijk de general manager was. Mm. Dat is ook al leuk in Oeganda om daar een vrouw voor te hebben. Dat is niet heel gebruikelijk, maar ze deed echt subliem. Zij heeft echt dat Checo-DNA. Ze snapt de balans tussen gewoon structureel daarmee bezig zijn, maar ook wel die fun factor houden. Dus in het voortraject, maar ook Bosco Mkibi, een van de medeoprichters van Checo in Oeganda, die heeft ook echt veel geholpen dit jaar. Dus dat is gaaf. Ja. Ja, want misschien weten jullie het al, maar op dit moment zijn we dus niet zelf in Oeganda, obviously. Maar sinds ongeveer een half jaar gaat Checo gewoon door, ook als wij er niet zijn. En dat is niet met de funfair, maar met een basisschoolprogramma. Ja. Checo Live in Oeganda. Ja. En dat leidt ook Peace. En zij verzamelt telkens gewoon enkele teamleden om zich heen die al eerder met Checo hebben gewerkt. Ja. Om basisscholen of NGO's op te zoeken om daar een kort programma te doen. Ja, en wat heel leuk was om te zien, dat dit jaar was dat dus voor het eerst. En dat was dan 6 maanden geleden begonnen. En dat organiseerden we ook in Jinja, of rondom Jinja. Heel veel NGO's en scholen kenden dus Checo al beter dan als we gewoon koud ergens binnenkomen. Dus die kwamen ook en we hoorden gewoon veel leuke verhalen van kinderen die zelf door die door dat Checo Live programma heen waren gegaan. Ja. Eén verhaal heeft me nog wel het meest geraakt. Dat ging over een jongetje dat heette Joseph. En Joseph die was zo geïnspireerd, want tijdens dat basisschoolprogramma hebben we het echt over de kracht van je verbeelding. Mm-hmm. Dus dat heel veel dingen die ontwikkeld worden in de wereld, die zijn ooit ergens begonnen met een gedachte. Ja. En iemand die daar actie op heeft genomen. En dat proberen we in dat programma naar boven te brengen. Dat jouw creativiteit is echt belangrijk om daar wat mee te doen. Nou, dat had die jongen zo geïnspireerd dat hij eigenlijk nu continu gewoon met dingen uit afval object aan het maken is. Oh, dus de vorige keer was ik daar al, toen had hij een heel camera set gemaakt en ik kreeg nu zelf een aquarium. Dat had hij gewoon uit dozen gemaakt, een blauw papier ergens gevonden of blauwe cellofaan en daar gewoon een... Ik denk dat ik de eerste persoon ben die in Oeganda een aquarium met een echte vis gekregen had. Dus het was wel leuk om te zien dat die inspirerende factor die werkt echt. En trots op het team in Oeganda, heel gaaf. Ja, nou, we genieten ook gewoon mee vanuit Nederland. We hebben ook een groepsapp met het team in Oeganda. Het leuke is, vind ik ook, dat je dus ook ziet van als ze bij scholen zijn geweest, appen ze wat fotootjes. Zo nu en dan zetten ze ook wat op Facebook. Mm. Maar ook die creatieve projecten. Pas kwam er van karton kwam een laptop voorbij op de app. Ja. Dat soort dingen. Ja. Maakt het ook gewoon teamgevoel is het leuk. Want ik ben tot op heden nog nooit in Oeganda geweest. Mm.
Maar op die manier hebben we toch contact. Ja. We skypen zo nu en dan met het team in Oeganda. Ja, en het team wordt ook steeds hechter. Dus als wij nu teruggaan naar Oeganda, dan soms zien die gasten elkaar ook niet continu. Maar als we dan bij elkaar zijn, is het gelijk. Iedereen weet ook nu wat hij moet doen. En dat helpt zeker. Oké, okay. Heb nog één vraag om deze serie af te sluiten. Ja. Die gaat echt over Tjeko op dit moment. Mm. Dit is het 6e jaar dat we in Oeganda actief zijn. Klopt. Nou, je zou je wat mij betreft wel kunnen zeggen dat die beginfase echt voorbij is. En ervaar je dat ook zo? Ja, absoluut. En kun je voorbeelden noemen van dingen waarin we ook gegroeid zijn als Tjeko? Ja. Ja, de afgelopen 6 jaar, allereerst was het gaaf om te zien dat we waren in Jinja begonnen. Mm-hmm. Jaar 1 en jaar 2 waren in Jinja. Toen zijn we eigenlijk heel het land rondgegaan, letterlijk als je de kaart ziet, van helemaal het noorden tot het zuidelijkste zuiden. Maar nu waren we weer terug in Jinja. Er waren een paar jongens die waren student in de academy. Die waren zelf ook als kind al bij Tjeko geweest. Ja, natuurlijk 6 jaar is best dan lang. Ja. Dat was heel leuk om te zien. Ook een moeder die 6 jaar geleden de kinderen bracht en ze nu al weer terugbracht. Ja. Maar was dat Rosla of niet? Ja, klopt. Ja. Ja. Okay. Die heeft nu ook een functie bij Tjeko, hè? Klopt, ja. Dus zij is helemaal in de administratie gedoken en is daar echt ook een toppertje in. Oké, het was even een zijpaard. Bijzonder om te zien hoe mensen bij elkaar gebracht worden, sowieso. Ja. En wat het leuke is, omdat we nu terug waren in Jinja, konden we ook zien van ja, dit werkt ook echt. Dit hadden we vanaf het begin af aan. Mm. Maar ook heel veel dingen die we door de jaren heen veranderd hebben, die dus nu ook in Oeganda gewoon getest werden, of in Jinja weer opnieuw getest werden. Ja. Waarvan je ziet, oh ja, dit was gewoon slim, goed dat we dit veranderd hebben. Kun je daar concrete voorbeelden van geven? Ja, openingstijden bijvoorbeeld. Okay, ja. Wij waren natuurlijk met onze westerse gedachten, nou je gaat om 9 uur open of 9:30 open en dan ga je om 5 uur dicht. Ja. Maar we willen met het park zowel de allerarmsten bereiken, maar ook de families die misschien wel geld hebben. Maar dat zijn allemaal ondernemende mensen, dus die zijn allemaal pas om 5 uur klaar met werken. Ja. En vooral vrijdag, zaterdag en ook zondag kwamen die mensen dan om 5 uur. Ja, dan gingen wij net dicht. Mm. Nou, dat was heel erg niet handig. Dus vorig jaar hadden we al besloten, joh, we gaan in die weekenden vooral ook 's avonds open. Nou, deels zijn we er helemaal klaar voor. Het wordt om 7 uur donker in Oeganda. Dus we zijn nu van 5 tot en met 7 heel efficiënt. Ja. Daarna wilden we ook in het donkere gedeelte nog open zijn. Dat is dan nog niet helemaal van de grond gekomen. Maar dat geeft niet, dat weten we nu. Die parkeren we ook voor als we inderdaad nu naar een volgende fase gaan. Om dat echt te professionaliseren. Want je wil ook in Oeganda gewoon veiligheid boven alles. Nou, dat zijn van die lessen. Je kan makkelijk open tot en met 7 uur. En niemand, dat is alleen maar. Je ziet juist in dat laatste 2 uurtjes heel veel publiek komen. Ja, dat is leuk. Ja. En ook qua ontvangst, heb je het idee dat er een andere houding is op dit moment naar Tjeko toe dan 6 jaar geleden? Of is dat? Ja, deels. Omdat je dus met een gedeelte van de bevolking wel weet, die kende je nog. Ja. Maar de echte winst voor Tjeko is nog als we echt definitief en een heel jaar lang gewoon in Oeganda zouden zijn, dan zou de naamsbekendheid echt zoveel bekender, zoveel groter worden. Mm. Dat zou echt zijn vruchten afwerpen. Nu zijn we toch nog elke keer wel de nieuwe kid aan de blok. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Nou, dit was het voor vandaag even. Volgende week gaan we verder en dan ga ik jou wat vragen stellen over jouw rol als ondernemer van een non-profit. Nice. En over de mooie dingen en misschien ook wel de momenten dat je hebt gedacht, ik stop ermee. Ik weet niet of die er waren. Maar dat horen jullie volgende week. Mooi. Bedankt. Doei.